We zijn vandaag hier om een hoeveelheid drugs die in de loop der tijd in beslag is genomen, te verbranden. Anders gezegd, te vernietigen. In hoeveel tijd? In de periode 4 december tot en met 11 maart 2021. Dus december is nog 20. Als je het blauw aangeeft, blauwe kleur, dan is het drugs. Gaat het om drugs. Ja? Hoeveel zit er op die hoop? Cocaïne vaste vorm, 212,11 kilo. Cocaïne vloeibare vorm, 43,755 milliliter. Marijuana, 698,2 kilogram. Hash, 1,44 kilo. Ecstasy-pillen, 14.770 stuks. En sukuru, 178,18 gram. Het totaal van Tafelberg, netto gewicht, is 895 kilo. Dus het zijn verschillende partijen bij elkaar. De andere drugsoorten die u net hebt opgenoemd, tijdens welke momenten zijn die in beslag genomen? Op verschillende momenten. Waar? Tijdens opsporingswerkzaamheden, op zanderij, noemt u maar op. Acties van de politie, onder meeleiding bijvoorbeeld Sibibusi 1, Sibibusi 2. En de afdeling Narcotica Brigade is altijd bezig. Hoe is die drugs van Tafelberg gevonden? We hadden informatie dat er op Tafelberg drugs is gebracht en die informatie is uitgewerkt. En daar hebben we dan samen met andere eenheden, dan bedoeld partij onder en naar Paramaribo gebracht. Hoeveel is die drugs van Tafelberg waard op straat? Zo, hier heeft hij een waarde van ongeveer 5 miljoen euro, heb ik gehoord. Maar in het buitenland is het meer, denk ik. Dit is toch ook bewijs in de zaak? Ja, we hebben al alles fotografisch vastgelegd en monsters getrokken van de partij. En dat is naar het Centraal Lab voor onderzoek om te bewijzen dat het inderdaad om drugs gaat. Thank you.